Ja, sorry, maar ik vind dit heel onterecht. Anita is een jaloers kring. En ik kom er vanzelf wel achter in de pauze. Ja, bitch, ik hou van je. Oh. Ik schrik hier heel erg van. Ik vond de vorige les een hele leuke les. Ja, iedereen deed heel erg leuk mee. En dat wil ik deze les eigenlijk ook. En dan komt Tess ineens. Ja, Tess, het is veel te laat, hè? Ja, dat weet ik. Ja, hoeveel ben je dan te laat? Hoeveel weet jij? Wat? Kom eens dichterbij, versta. 5 minuten. Nee joh, geef. Jawel. Oké, misschien 6. Nou, ik zou er nog een paar minuten bij doen. 10? Hoger. 11. 15 minuten ben je te laat. 15? Ja. Oh shit, ja, sorry. Maar hoe kan dat? Want ik was mijn tas aan het zoeken en die ligt dus blijkbaar hier. Oh, ja, hier zit je tas, ja. Wat ja, is... ik was mijn tas aan het zoeken, zoals ik net al zei. Hoe kan je tas dan hier liggen? Ja, die heeft blijkbaar, iemand heeft die verstopt. Vond diegene grappig. En toen heeft hij gewoon bij mijn tafel neergelegd. Hij staat gewoon bij je tafel, dus ik weet niet meer. Ik heb hem heel de school lopen zoeken, want mijn tas was opeens weg. Maar je kon niet even bedenken dat hij gewoon hier staat, want hij staat toch gewoon hier? Nee, want iemand heeft hem voor mij verstopt. Oh, na de pauze, blijkbaar. Stond hij hier. Heb je een briefje bij? Of? Je ook geen briefje? Nee. Nou, dan lijkt me het makkelijk, toch? Ja, lekker gaan zitten. Nee. Wat ga je doen? Ja, sorry, ik vind het heel onterecht. Nee, ik ga gewoon lekker zitten. Echt serieus. Ja, ik ga zitten. Nee. Jawel. Nee, je bent gewoon te laat, kwartier. Ja? Ja. En of je nou je tas kwijt bent of niet, ik vind het. Ja, sorry, raar. Maar ik vind het heel onterecht. Ik heb letterlijk 15 minuten lang naar mijn tas lopen zoeken. Ja? Dat was dus letterlijk niet mijn probleem. Ik wist niet dat hij hier stond. Dat is gewoon lullig. Blijkbaar zijn hier mensen zo kinderachtig in de klas. Ik ga niet snitchen, maar mensen zijn gewoon zo kinderlijk. Tess, je komt binnen. Ja. En je gaat gewoon pontificaal ga je op je plek zitten. Ja. Zonder, ja precies, ja. Zonder dat je een briefje bij je hebt. Ook best logisch, vind ik zelf. Logisch? Ja. Hoezo? Nou, ik heb de hele school doorgelopen, gezocht naar mijn tas. Ja, maar mijn tas was nergens te vinden. Maar dan lijkt mij en dan moet ik een briefje gaan halen. Ja. Nee, ja, dag, dat ga ik niet doen. Nou, ja, dat ga ik denk niet als doen. Jij zo'n reden. Ja, maar Tess, als je zo'n reden vertelt tegen meneer Mulder, nou, die geeft je dan keurig een briefje met geoorloofd te laat. Nee, meneer Mulder doet dat echt niet. Nou. Die naait je. Hoezo? Als jij gewoon de reden vertelt dat je tas kwijt bent. Nee. En... hij houdt niet van knappe mensen, daar heeft hij een hekel aan. Wacht even. Tess, jij hij discrimineert mij omdat ik een knap meisje ben. Een knap meisje ben. Dan denkt meneer Mulder, hé, een knap meisje. Bam, ik zet er... Ja, zij is gelukkig en mooi. Haar leven is perfect. Oh, ik gun het haar niet. Bam. Probeer... dat is... Ja. Nou, oké, dan kan ik je uit de dromen helpen. Dat ik denk niet dat meneer Mulder... Jawel, dat denkt meneer Mulder wel. Nou. Daarom gaat hij mij dat echt niet gunnen, hoor. Nou, daarom gaat hij mij echt niet zo'n briefje gunnen. Laat maar even zitten. Het gaat er mij even om wat er hier in de klas gebeurt. Hè. Je gaat dan heel demonstratief, doe je armen over elkaar heen. Ik vraag gewoon netjes aan jou, ga even een briefje halen. Ja, en wat zeg je dan? Ik ga niet snitchen. Ja, precies. Ik ga niet snitchen. Ik ben er niet geweest. Je tas staat hier. Jij bent er niet. Nee, ja, want iemand heeft die hier neergelegd, Anita. Ja. En wie heeft dat hier neergelegd? Zoals ik al zei, ik ga niet snitchen. Diegene komt er vanzelf wel achter in de pauze. Dankjewel. Oh, Tess, je bent echt... Ja, wat denk je zelf? Het is toch hartstikke onterecht? Ik heb de hele school afgelopen zoeken voor mijn tas en staat hij hier. En dan denk je ook nog dat ik er leuk uitgestuurd ga worden. Ja, echt niet. Dag. Nou, je bent al zo hoog in je energie, dus het lijkt me sowieso verstandig dat je even gaat... Nou, boeit mij wel. Ja, dat is totaal jouw probleem. Wat is jouw probleem dat je nou heel kwaad bent? Ik blijf zitten en ik ga niet nee, weg. Nee, Tess. Kijk, maar je ik blijf geen zitten en ik heb niks aan jou gevraagd. De tas hoeft ik geen blijf hier te zitten en ik ga niet weg. Maar jij was er niet en je tas wel. Ja, dat is echt jouw probleem. Anita, waar bemoei jij eigenlijk? Ja, dat vraag ik mezelf ook af, Anita. Ik wil gewoon heel graag les en hier wordt een discussie gehouden over iets waar Tess gewoon... Waar jij hartstikke hard bij betrokken bent, Anita. En dit heb jij die tas mee. Ik heb niks met die tas aan nog uitstoken. Hou je bek, ga niet liegen. Oké, dus Anita... Ik ga niet vechten, want ik vind dat echt super, super, super kinderachtig. Hij stond goed. Daar. Tess, ik wil sowieso... Je bent ongelooflijk hoog in je energie. Nee, jawel, nee. Ik ga niet weg. Wel, Tess, als ik zeg, je bent een kwartier te laat en de regels is langer dan binnen een kwartier, kom je les niet meer. Maar waarom zijn we dan met z'n allen al een kwartier aan het discussiëren in tijd die we ook hadden kunnen besteden aan de les? Zullen we alsjeblieft verder gaan? Ja. Ik vraag jou een aantal keren dat je even een briefje gaat halen bij Mulder, maar je blijft gewoon zitten. Ja. Dat vind ik gek. Ik niet. Nou, ik vind het wel gek. Ja, jij vindt het gek, maar ik vind het niet gek. Ik vind het gek, nee, dat jij het eigenlijk niet gek vindt. Dat vind, nou, dat is jouw probleem.
Nou, oké, dan is het mijn probleem. Maar ik vind het gewoon raar. Als ik het aan jou vraag, dan kan je gewoon briefje halen. Nou, jawel. Nee, want Anita had hier gewoon moeten zitten. Ik en niet. Waarom? Omdat zij toch mijn tas heeft afgepakt. Anita zegt van niet. Zij liegt. Waarom zou zij liegen? Omdat ze een jaloers kreng is. Daarom liegt ze. Ja. En daarom heeft ze je tas meegenomen. Ja. Anita is een jaloers kreng. Maar hoezo? Nou, ze is jaloers op mijn haar, op mijn vriendjes, op mijn kleding, op mijn tas, op alles. Als ik dan in de pauze bij haar kom staan, om haar een verhaal te halen, want ja, ik hoor achter mijn rug, oh ja, dit is dit, dit is dat, dit is zo, dit is zo. Dan kom ik daar naartoe, ja, even niet lachen, want als dat over jou wordt gezegd, vind je ook niet. Nee, dat klopt. Dus ga ik verhaal halen, wat logisch is. En dan zit, nee, nee, tuurlijk zeg ik dat niet over jou. Ik aanbid je, ik hou van je. Oh, zo leuk. En dan achter mijn rug is het weer, ze is zo links. En dan zit ze ook nog in de tas om alleen maar complimentjes. Ja. In de pauze zit ze alleen maar complimentjes te geven met, oh, wat heb je een mooie tas. Ja, oké. Dat zijn haar woorden, hè? Ze vond mijn tas mooi. Je vond je tas mooi. Nou, maar stel je nou eens voor. En mijn tas was weg. Ja, maar stel, ja, het is wel weg. Goed, maar kan jij je voorstellen dat Anita niet... Nee, want Anita heeft het wel gedaan. Nee, maar Anita heeft die tas gepakt. Maar stel, Tess, dat Anita het niet heeft gedaan. Anita heeft het wel gedaan. Want daar ben je heel erg van overtuigd. Daar ben ik zielzeker van overtuigd, ja. Nou ja, dat bleek inderdaad. Ja. Want daarna ging jij een tas over haar heen gooien. Ja, en terecht. Dat verdienen ze echt. Nee. Ik vind het heel jammer voor je. Dat het? Ja, precies. Dag. Weet je, maar dan mag jij ook lekker de krijgen. Als je... Oké, Anita. Zoals Tessa zei, dat mag je gaan betalen. Oké. Nou, maar wat heb jij ermee te maken? Ik weet het niet. Ik denk dat ze echt ongesteld is. Anita, doe maar even alles weer in je tas. Ja, daar ben ik mee bezig. En dan probeer het even goed te maken met Tess. Want dit zit volgens mij... Hoezo ik goed maken? Ja, ik denk dat... wat goed te maken? Dit is toch niet normaal gedrag, meneer? Nee, vind ik ook niet. Nee, ik schrik hier heel erg van. Ja. Ik schrik hier echt heel erg van. Ik schrik hier echt mega van. Heb jij die tas nu wel of niet meegenomen van Tess? Ja, je kan gewoon ja of nee zeggen. Hè? Want... Ik heb hem dus wel meegenomen, maar het ging wel per ongeluk. Per ongeluk? Mijn tas en die van Tess lijken best wel op elkaar. En... Dit is echt een raar verhaal. Je dus... Twee tassen heb je mee, per ongeluk meegenomen. Maar waarom zeg je dat dan niet direct tegen Tess? Ja, maar... Lijkt me heel makkelijk. Dat had heel makkelijk geweest, maar op dat moment zijn er zo ontzettend veel prikkels in mijn ADHD-hoofd dat dat gewoon helemaal niet gaat. En dan ga je gewoon dingen zeggen die niet waar zijn, omdat... Dus het komt door de ADHD of zo? Dat je... Het zijn gewoon overprikkels en... weet je, als ik... Lola die begrijpt dat. Lola die begrijpt dat prima. Want Lola die heeft ook zelf ADHD en die is ook met van alles bezig. En als ik dit zeg tegen Lola, dan is het... Oh ja, maar dat snap ik wel. Maar ik moet het... Je kan dat niet tegen een niet-ADHD'er uitleggen. Want dat is gewoon iets hoe dat werkt en hoe die stofjes zich aanmaken in het hoofd. En dan gebeurt er gewoon iets waardoor dat gewoon niet klopt. Wat zit je nou te doen? Nee, ik heb een pieletje. Een pieletje? Ja. Wat is dat voor pieletje? Ja, ik weet niet. Het lag op de grond. Op de grond en dan... En het is kneedbaar. En dan kan jij je neiging niet onderdrukken om... Nee, dat is mijn ADHD. Die heeft gewoon af en toe heel erg de neiging om even te pielen met iets. Heb jij ADHD? Ja, is dat nieuw voor u? Nee, eigenlijk niet. Maar wel dat je het zo kenbaar maakt. Nou, bij deze. Kan ik dan ook vanaf nu extra tijd krijgen voor de toets? Want dat zou echt fantastisch zijn. Dat heb je van tevoren moeten aangeven. Nee, dat is dyslexie. Ik geef het nu aan. De toets is volgende week. Nee, ADHD heeft dat ook, meneer. Ja? Heb ik ook gewoon een verklaring voor. Jij hebt een verklaring, ik heb ook ADHD. Ik heb ook ADHD. Ja, gefeliciteerd in de ADHD-club. Thanks. Krijg ik daar applaus voor nog? Dankjewel. Is het moeilijk met ADHD-leven? Ja. Ja? Mensen begrijpen je gewoon niet. Je begrijpt jezelf ook af en toe helemaal niet. En Tess begrijpt je niet, die gooit met jouw tas. En het is heel moeilijk met ADHD. Gaat deze ADHD'er het nog goed maken met Tess? Jawel. Nou, hoe ga je dat doen? Dat weet ik niet. En waarom weet je dat niet? Omdat er dus nu al wel 1000 dingen door mijn hoofd zijn gegaan van wat ik eventueel zou kunnen doen en wat dan de voordelen zijn en wat dan de nadelen zijn en wat dan de consequenties daar weer op zijn en hoe zij zullen reageren. Oké, stop. Ja, stop. Dat werkt. Stop. Ik ga jou een voorzetje geven. Ja. Ga gewoon naar Tess heen. Bied je excuses aan. Ja, maar straks wordt ze helemaal boos, want dan pitchen het weer verkeerd op. Ja, stop. Weer stop. Want nu ga je weer allerlei dingen verzinnen wat er allemaal zou kunnen gaan. Dan kom je weer in rampscenario's. Ja, maar ik kan beter gewoon... Nee, je weet helemaal niet hoe Tess gaat reageren. En nou gaat het hele hoofd weer bewegen van ja, dit kan er gebeuren, dat kan er gebeuren. Je gaat gewoon naar Tess. Je zegt, sorry Tess. Ja, maar dan ben ik toch niet voorbereid en dan klap ik dicht. Dan weet je helemaal niet meer wat er gaat gebeuren. Sorry Tess dat ik per ongeluk je tas heb meegenomen. Punt. Klaar. En dan zie je wel wat Tess gaat zeggen. Ja, toch? Hoeveel ja? 3 keer ja. Ja, 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 toch?
Het zijn er vier. Het zijn er vier, ja. Tess zegt dat Anita jaloers is, maar Anita zegt het ligt aan haar ADHD. Wie geloof jij? Laat het me weten. Deel, like, word abonnee en tot de volgende week. Hoi!